weekse speelronde achter de rug dendert de Eredivisie door en staat de volgende wedstrijd alweer voor de deur. Door de overwinning van woensdagavond is NEC geklommen naar de vierde plek met nog maar 2 punten achter nummer 3, Feyenoord. In de Grolsvesten verloor NEC nog met 1-0. Voelt die overwinning tegen Twente als een revanche? Nee, ik voel het niet als revanche. Ik denk dat wij gewoon... We hebben hier gewoon vastgesteld dat we gewoon van wedstrijd tot wedstrijd moeten kijken. En voor ons was het weer een nieuwe wedstrijd die we graag wilden winnen. Omdat we de doelstelling snel willen realiseren. Nou, dat hebben we gedaan. Niet onze beste wedstrijd, maar weer uit de gesloten defensie. Weinig weggegeven, 0 gehouden achterin. Op de juiste momenten toegeslagen. Keeper Brad Jones werd door het Nijmeegs publiek gekozen tot man of the match. Terecht volgens Faber? Ja, hij heeft het goed gedaan. Op een belangrijk moment heeft hij ons gered. Twee slordigheden van ons en ze konden scoren. Maar stond als een huis. Is aanvoerder, straalt rust uit en pakt de punten voor ons. Dus zeer prettig. Jones, maar ook nieuweling Dumic lijken zich moeiteloos aan te passen binnen de selectie en aan jullie speelwijze. Wat is het geheim? Ja, ik denk gewoon niet te moeilijk doen. Gewoon simpel over iedereen. En, maar ook kwaliteit van de jongens. Het zijn twee jongens die rustig zijn, niet snel in paniek raken, goed getraind waren. Ja, en dan in het draaiend elftal kun je makkelijk inpassen. Dus ik denk dat het succes is. En hoe staat het eigenlijk met Kivuvu, die alweer een tijdje meetraint bij NEC? Ja, staat er goed mee. Hij traint goed mee, doet het goed. We gaan eens even kijken waar we eventueel mee in de toekomst onze samenwerking uit gaat zien. Maar het is even morgen en overmorgen met de jongen praten, wat hij zelf wil, wat de toekomstplannen zijn. Dus kijken hoe we dat verder in gaan richten. De coach van NEC brengt binnen zijn basiselftal zelden wijzigingen aan. Alleen op de positie aan de rechterflank lijkt er geen zekerheid te zijn. Faber wisselt tussen Rietsmaier, Slegers en Appia. Wat zijn zijn overwegingen bij die keuze? Ja, kijk altijd hoe jongens trainen, hoe ze in vorm zijn, wat ze laten zien gedurende de week. Hè. Je kunt ook een basisplaats verdienen. En daarnaast kijken we ook wat de tegenstander tegenover stelt of wat ze daar hebben staan. Je wilt toch altijd je eigen kwaliteit en je eigen selectie uit te spelen ten opzichte van de tegenpartij. Iedereen is goed fit. Iedereen heeft getraind. Een luxe positie. Je moet gaan kiezen. Luxe keuzes. Dus het ziet er goed uit. Tegenstander van zaterdag is AZ. Die zijn de winterstop goed uitgekomen door meteen 3 keer te winnen. Wat verwacht de coach van AZ in de Goffert? Goed team, goed elftal. Veel snelheid voorin. Controle op middenveld. Vergelijkbaar met de Twente vind ik qua sterkte. Dus we kunnen weer aan de bak morgen. Iedereen bij les zal moeten zijn om een goed resultaat te halen, maar een mooie uitdaging. Ik denk dat wij zijn heel erg sterk met thuispubliek. Je merkt ook als die achter onze ploeg gaat staan, dat geeft extra energie. Nou, en die extra energie kunnen we morgen weer gebruiken om een goed resultaat te halen. Dat zou geweldig zijn als we ook tegen hun 3 punten zo pakken, want dan doen we het heel erg goed. Zaterdagavond om 9:15 in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC tegen AZ.